Hallo en welkom bij mijn podcastshow waarin ik mijn blogs voor je opneem. Speciaal voor de mensen die geen zin hebben om te lezen of gewoon podcastfan zijn. Mijn podcastshow is een mengelmoes van inzichten die ik graag met jou wil delen in de hoop dat jij ook de inzichten en bewustwording krijgt die jouw leven een stukje makkelijker en lichter maken. Als jij in overeenstemming met het universum wilt leven, zul je eerst in overeenstemming met jezelf moeten zijn. Mijn naam is Jennifer Marianne, ik ben Reiki-behandelaar en spiritueel coach en ik wens je veel luisterplezier. Hallo, ik hoop dat ik goed te horen ben, te verstaan ben. Ik zit in de auto onderweg naar Sophie, ga lekker naar de sauna met z'n tweetjes. Echt heel veel zin in. Nou, ik was even bij mijn moeder heeft heerlijke hammamdoeken, dus die kwam ik uiteraard even ophalen. En ik had het dus met mijn mamsie zo over mijn vorige episode en dat het echt weer een laag van me af aan het halen is. Ik merk dat ook echt, maar ik kan nu ook veel beter begrijpen waarom het ook zo spannend voor mij voelde. Want nu, ik heb het gedaan en dan, so be it is het dan bij mij ook een beetje en dan gaat die spanning weer meer uit mijn lijf. En ik zat dus zo te denken, het gaat er bij mij om dat het zo'n nieuwe vorm van kwetsbaarheid eigenlijk is. Dat ik mezelf gewoon niet weet op dat moment te beschermen. Hoe ik mezelf zou kunnen beschermen. Terwijl, er is niks om tegen te beschermen. Maar, wie weet. Weet je wel. Omdat het voor mij onbekend terrein is. Voor mijn ego, denk ik dan maar. Voor mijn fysieke zelf is het weer onbekend terrein. En weet niet wat het te wachten staat. En door die kwetsbaarheid weet ik me dus niet goed te beschermen. En dat is natuurlijk ook waarom mensen zich kwetsbaar voelen. De enige reden waarom je denk ik kwetsbaar kunt voelen is gewoon dat je niet weet hoe je jezelf kunt beschermen. En dat is eigenlijk zo'n groot deel van onze maatschappij geworden dat we ons constant moeten beschermen. Want de maatschappij is zo hard. En dat het denk na voordat je wat zegt. En niet zo uit je nekharen lopen lullen. Je moet altijd... Kijk, met in mijn binnenste kring kan ik gewoon lekker mezelf zijn, om maar zo te zeggen. Maar als je aan het werk bent en gewoon in de maatschappij werkzaam bent en leeft, dan kan je natuurlijk niet alles zeggen. En dat is ook oké, maar er hangt voor mijn gevoel gewoon echt een sfeer van dat je natuurlijk niet echt dus jezelf mag zijn. En het dus moeilijk is om jezelf te uiten. Of dat het moeilijk hoort te zijn om jezelf te uiten zelfs. Dus ik vond dat ook wel heel erg interessant. En ik denk ook dat ik meer tot mijn kern ga komen. Waarom ik dus die bizarre lagen om mezelf heen heb gemaakt. Dat ik zelfs niet meer tot mijn kern kan komen. Ik ben altijd heel, heel, heel erg gevoelig geweest. En ik zei ook tegen mijn moeder. Ik zeg, logisch dat ik ook lagen om mezelf heen heb gecreëerd. Omdat ik kan moeilijk heel de dag op de bank gaan janken of zo. En niet dat ik dat voel van alsof ik heel de dag wil janken. Maar ik heb als kind zijnde, was ik zo gevoelig dat ik veel meepikte van alles en iedereen. En dat maakte mij wel heel erg verdrietig. Dat is wel wat ik nog heel erg kan terughalen en teruggrijpen daarnaar. En dat is niet hoe je kunt functioneren. Dus om te functioneren, bouw je bepaalde lagen om jezelf. In ieder geval heb ik dat gedaan. Heb ik bepaalde lagen om mezelf heen opgebouwd. Om nog wel op die manier mijn leven te leven. Op een hele fijne, goede manier. En ik heb gewerkt in de zorg. En dus dat was wel altijd. Ik wilde wel altijd mensen helpen. En ik ben altijd ook wel creatief geweest. Maar altijd wel mensen willen helpen, dus toch altijd wel een connectie willen houden met wel mijn kernstukje. En hoe grappig het ook is, hoe veel lagen ik ook dus heb opgebouwd en hoe meer ik daar dus tot de kern ga komen. Maar hoe meer ik ook inzien, denk ik, ik vind het ook wel knap van mezelf en van andere mensen dat we zoveel lagen om ons heen hebben gebouwd. En toch nog wel de essentie van onze eigen energie kunnen ervaren. Want als we dat niet meer kunnen ervaren, dan zouden we natuurlijk nooit voor een bepaald beroep kiezen. Zouden we nooit, dan zouden we ook geen intuïtie hebben. Sommige mensen hebben ook een hele sterke intuïtie.
Sommigen gebruiken die niet altijd. Maar de intuïtie is ook een sterk iets. En dat is ook jouw energie, een deel van jouw energie. En dat is toch best wel knap dat we dan toch nog daar een connectie mee hebben. Toch een lijn. Maar ik vond het even een leuk inzicht. Leuk gewoon gedachten om ook te delen. En wie weet dat jullie ook helpt. In jullie proces, als jullie daar eventueel in zitten. Dat jullie het gewoon inspirerend vinden. En leuk om hierover inderdaad dat dit aangewakkerd weer wordt. Want het hooggevoeligheid staat natuurlijk wel weer overal goed belicht. Er zijn heel veel mensen die hooggevoelige mensen ook weer helpen. En die daar heel veel voor kunnen betekenen. En er komt ook steeds meer mensen komen ervoor uit. Van ja, ik weet dat ik hooggevoelig ben. Of ik voel dat ik hooggevoelig ben. Ik wil daar ook meer mee. Mensen die ook meer spiritueel open gaan staan. Dus ik dacht, het is ook misschien weer een mooie, leuke aanvulling en toevoeging. Ook voor mensen die door hun kernlagen, door hun lagen heen gaan. Dat, het is logisch dat je je natuurlijk ongemakkelijk voelt. Want anders zou het zijn doel ook voorbij schieten. Dan zou het niks teweeg brengen. En je wil juist dat het iets teweeg brengt. En dat vond ik ook grappig van, de vorige episode van Sophie, of de voorlaatste, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd hoor, maar in vraag en het wordt gegeven, waar heb jij om gevraagd? En dat wordt jou letterlijk gegeven. Dus wees altijd heel erg duidelijk over wat je vraagt en weet zeker dat datgene wat jij vraagt, dat dus is wat jij wilt. Ik heb duidelijk gevraagd om nu naar mijn kern te gaan en om mijn lagen daarvan af te mogen pennen. Dan moet ik ook de dingen doen die mij worden ingegeven, de stappen ondernemen die ik voel om te zetten en hoe eng ik het ook vind, maar om daar dus toch mee door te gaan en om daar actief mee bezig te blijven. Nu word ik ook wel echt extreem geholpen door het universum, door iedere keer tekenen op pad te laten komen van dat ik moet delen en dat vind ik ook wel grappig. Dat je iedere keer als je denkt dat je het wilt loslaten van ik vind het nu wel weer even genoeg. Dan komt er weer iets op je pad dat het je weer terugbrengt van ik denk dat het juiste is om nu iets te delen. En het is altijd leuk als je dus ziet wat daar dan weer uitkomt. En het is, nu begrijp ik ook wat Sophie bedoelt met haar podcast. Het is ook heel erg helend voor jezelf, voor je eigen proces om het eigenlijk op deze manier te delen. Dus ik zit ook te denken van die podcast is natuurlijk mijn luisterblog. Maar de episodes die in podcastvorm even gewoon zo zijn zonder blog, die heb ik genoemd Op zoek naar eenheid. Dus ik denk dat ik het ook zo hou, dat ik ze zo blijf benoemen en dat ik gewoon deel 3 hier van deze episode nu maak. En zo door blijf tellen. En als ik weer een blog heb, dan is dat weer een normale episode. Dus het is ook wel grappig hoe je er zo de creatief toch ook mee om kunt gaan. Zodat je toch wel kunt blijven delen. Maar wat je hebt neergezet, dat ook niet verandert. Maar ik denk dat de mensen die naar mij luisteren dat ook eigenlijk helemaal niet interesseert. En het gewoon fijn vinden om van andere mensen gewoon dingen weer, nieuwe inzichten daardoor weer te krijgen. Om zelf ook weer verder te komen. Zelf ook weer meer bewustwording te creëren. Zelf daar ook weer hun mening over te vormen, hun gedachten. Nou, ik vond het hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig. Lijkt net of ik met jullie allemaal hier in de auto zit. Zo. Nee, maar ik vond het fijn om even gedeeld te hebben. En tot de volgende keer weer. Namaste. Zo, nu weer vanuit de auto. En ik plak hem er denk ik gewoon even achteraan. Ik ben op de terugweg naar huis van Sophie. En in het eerste stukje, om maar dan zo te noemen, heb ik het dus gehad over ask and it's been given. Dus vragen en het wordt gegeven en waar heb je om gevraagd? Nou, toen ik daar dus klaar mee was met die podcast opname, om maar zo te zeggen. Oh, ik rijd nu net een tunnel in. Ik hoop dat jullie me wel kunnen horen.
Maar toen heb ik dus gevraagd van oké, laat mij nu zelf ook weer een laag dieper gaan. En had ik dat maar niet gevraagd. Want sowieso hebben Sol en ik echt een heerlijk dagje sauna gehad. Echt heel erg ontspannen. En ik heb zelfs een massage voor mezelf dan ook geboekt. Ik zeg al heel lang tegen mezelf dat ik al massage moet nemen. En dat het me goed zou doen. Maar iedere keer heb ik het niet gedaan. Iedere keer zoek ik dan wel iemand op. Van weet je wel, massage en therapeut of bla bla. Maar iedere keer doe ik het niet. Omdat ik dan denk, ja jemig, ik weet helemaal niet of diegene goed is. En allemaal weer belemmeringen. Alles om het dus niet te doen, zeg maar. En nu zei Sophia, ja, ik ga massage nemen. Ik weet niet wat jij doet. En toen dacht ik, ja, dit is wel eigenlijk waarom ik had gevraagd. Dus nou, heb ik het gedaan. En ik vond het echt waar heerlijk. We komen thuis. En we willen Bonka uitlaten, hond van Sophie. En ik doe de deur open. Want we zouden, ja, we gingen dan niet via de achterdeur. Ik loop zo naar voren en ik doe die deur open. En Bonka loopt zo fief naar buiten. Maar Bonka mag niet los naar buiten, want... wat was op een gegeven moment? Want wat spotte hij nou, waardoor hij niet terugkwam? Is een kat. Hij daar als een meloot achteraan gerend. Nou, helemaal in shock. Wij, Sof, ik en ik, er ook achteraan gerend. En nou, met geen mogelijkheid kan je natuurlijk dat beest vangen. Godzijdank ging die in de tuin van iemand anders, van een ander huis, en konden we hem zo te pakken krijgen. Maar ja, dat was ook alleen maar omdat hij trouwens rustig bleef. Want als hij om af had gerend, dan had ik hem ook niet tegen kunnen houden. Maar dus godzijdank hadden we hem dus gevangen weer. Wat is er gebeurd? Is zijn nageltje van zijn voorpootje, zo'n duimnageltje, is doormidden gescheurd, om maar zo te zeggen. Dus is gesplit. Hij heeft dus een kneuzing aan dus, ja, die duim, om maar zo te zeggen. En hij heeft wat schaafwondjes. Nou, eerst dacht ik door die schaafwondjes van, ja, die kat heeft hem aangevallen. Maar hij is zo... want we zijn daarna gelijk naar de dierenarts gegaan. Vrijwel direct. En die dierenarts zei ook, hij is zich zo enorm afgezet. Dat dus ook gewoon meerdere... Ja, dat hij sporen daar nog van heeft. Nou, en ik vond het zo extreem erg. Maar ik kan hier heel slecht tegen. Want het is mijn schuld dat ik die deur open heb gezet. En dus mijn schuld dat Bonkar daar nu de dupe van is. En daarmee dus ook dat ik echt dacht, oh, Jen, hoe kan je zo stom zijn? Want een achterlijk iets dat je al die deur gaat open. Het is niet eens jouw huis, waarom doe je die deur open? Laat die deur lekker dicht. En als je denkt na voordat je iets doet, wat ik net ook in de eerste aflevering heb gezegd, het eerste stukje van dat ook heel veel belemmeringen, en dat is ook natuurlijk een belemmering voor mij, want denk na voordat je iets zegt. Dat ik altijd heel erg eigenlijk wil overwegen, mijn woorden wil overwegen en altijd op zoek ben naar de juiste woorden. Dit stukje kwam weer. Nou, trouwens, toen wist ik nog niet dat het een uiteindelijke reden had en dat het met mij te maken had, met mijn laag. Maar ik voel me dan zo schuldig en het ging wel een beetje naar het extreem, want dan probeer ik heel erg mijn gevoelens uit te zetten. Ik had Rashid ook geappt. Wat er was gebeurd. En hij houdt me dan wel in check, om maar zo te zeggen. Dan zegt hij ook van, ja, ga je nou niet schuldig voelen. Het is een ongeluk. En je kan, als je je zo schuldig gaat voelen, dan kan je er ook niet voor hun zijn. En je hoort er nu wel gewoon voor hun te zijn. Maar als je je zo, ja, zo gaat opstellen, dan ben je echt... Ja, dat helpt niemand. Dat helpt niemand. En hoezeer ik het ook probeer... Ik word dan letterlijk ook misselijk van mezelf. Maar ook als... Want Bonkar ging in het begin... Ging hij ook zijn pootje omhoog trekken. Nou. En hij vindt het al helemaal niet fijn als hij, als iemand aan zijn poten zit. Maar hij vond het nu wel echt extreem. En hij moest dan ook piepen. Ik vond het, ik vond het zo erg dat hij zo'n pijn had. En dat ik daar dus ook al... Daar al van misselijk werd. En... ik voelde me ook heel erg machteloos. Want ja, ik kan dan niks doen. Het enige wat ik heb gedaan is constant bij Bonkar dan zijn. Probeert te aaien. Maar dan ook van, oh my god, vindt hij dat wel fijn. Maar hij ging ook niet weg. Dus ik dacht, vindt het vast wel zeker prima. En uiteindelijk is het wel, in een, ja, wat zoveel zei toen in de auto tegen Maurice. Van, het is uiteindelijk wel met een sisser afgelopen. Maar het is, daar ben je wel weer even zoek mee.
Want bonkar die geneest niet altijd zo even snel. Dus nou ja, in ieder geval, dat zal ik je allemaal besparen. Maar ik en Sof die hebben net even een hele vieze maaltijd bij Febo gehaald. Want we hadden ook helemaal niet meer gegeten en moesten wel natuurlijk wat eten. We waren ook echt moe. We zijn allebei echt kapot van de dag. Daarom ga ik nu eigenlijk al naar huis. Het is geloof ik een van de weinige keren dat ik zo vroeg in de auto zit. Het is nu 8:00 s'avonds. Meestal raak ik op 11:00 s'avonds weg. Ik heb zelfs gehad dat ik pas om 1:00 weg ga bij haar. Echt bizarre, bizarre tijden. Maar nu echt zo kapot dat ik nu dus al naar huis rijd. En maar na het avondmaal, toen zei ook Sophie van ja, het is toch eigenlijk best wel bizar dat dit nu gebeurd is en dan ook precies bij jou. En ik weet niet meer precies hoe dat gesprek is gegaan, maar op een gegeven moment vroeg ze van ja, ook iets met waar heb je om gevraagd of zo. En ik zeg ja, om een laag dieper te gaan. Dus toen hadden we echt zo allebei een aha momentje van aha. Ik ben bij vorige week ben ik erachter gekomen bij Sophie dat ik nog steeds een best wel grote money block heb. En dat is op het stukje dat ik snel het evenwicht wil bewaren en wil terugzetten op het moment dat iemand iets voor mij doet of heeft gedaan. Dus dan heb ik het over als iemand iets voor mij koopt, dan wil ik gelijk eigenlijk iets terugkopen voor diegene. Of dan hou ik het heel erg in gedachten en dan wil ik dat, dan probeer ik het heel erg in gedachten te houden. En dan wil ik dat dus ook weer terugdoen voor diegene. Nou, ik vind dat dus soms ook daardoor heel erg moeilijk om iets te accepteren. Maar als je niet accepteert, dan ontvang je op een gegeven moment ook niet. Want het moet wel in balans zijn. Er is, zo werkt het dus nou eenmaal. En dat was ook wel grappig. En op een gegeven moment ben ik erachter gekomen met Sophie dat ik ook heel erg daardoor een slachtofferrolhouding creëer. Op het stukje dat ik nog steeds niet het accepteer om te ontvangen. Ook niet van iemand anders. Maar ook omdat ik het mezelf nog heel vaak niet gun om iets voor mezelf te halen. Dat iemand anders dan ook de ingeving dan opeens krijgt om het dan maar voor mij te halen. En dat is door een slachtofferrolhouding natuurlijk. Want ik ben dan bekend met, het is geen gevarendriehoek, maar het is een psychologische driehoek van redder, slachtoffer en dader. En als jij in de driehoek zit, dan is er met geen mogelijkheid zo op die manier zonder dat uit te komen. Zal altijd een slachtoffer zijn. Er zal altijd een redder zijn. Er zal altijd een dader zijn. Pas als we ons uit die driehoek halen, dan hebben we het evenwicht gevonden. Dus op het moment als we ergens nog geen evenwicht in hebben gevonden, is dat dus het stukje waar we in zitten. Dan zitten we dus in de driehoek. En ik zat, terwijl ik er echt zo'n grafhekel aan heb, aan een slachtofferrolhouding, zit ik er dus gewoon vol hard zelf in. Nou, dat was wel, ik moet je eerlijk bekennen, dat was echt wel pijnlijk voor mezelf. En dus daarom is het ook wel goed dat dat stukje bij Sophie dan uitkomt. Omdat Sophie daar dan heel erg liefdevol ook op reageert. Maar op een liefdevolle manier, maar ook weer dus terugbrengt naar mijn kern en dus uit die driehoek, zodat ik er weer evenwicht in kan brengen. En over dus de slachtofferrolhouding, dat is nu, ik mag dus een laag dieper gaan. Dat was dus heel erg op het geldstukje. Nou, oké, besef ik, ga ik mee aan de slag. Ik had ook in mijn vorige podcast aflevering gezet, zodra er bewustwording is, kan er heling komen. Want bewustwording is jouw geest. En zodra de geest ergens naartoe kan, dan kan heling pas plaatsvinden. En dus heel veel gebeurt dan alweer onbewust hoor. Dus ik heb vandaag gevraagd om dus weer een laag dieper te gaan. Nou ja hoor, want Sophie zei ook van ja, hoe moesten ze anders bij jou een laag dieper gaan? Bij mij staan dieren gewoon, ik had nooit me zo gevoeld als het denk ik een andere situatie was geweest en zonder bonkar. Ik denk dat het zonder, want dat, oh, ja, ik weet niet. Daardoor, omdat een hond, hij kon er gewoon niks aan doen. Het was gewoon
mijn actie die dat als gevolg had. En dan vind ik het zo, dan voel ik me zo extreem schuldig. En dan denk ik ook, ja, jemig, hoe kan je dus zo, nou ja, stom zijn en dom zijn gewoon echt. En dan heb ik, oh, wat moeten zij wel niet van me denken? Jezus. Maar ja, slachtofferrolhouding, wat creëer je dan? Ze zijn bij wijze van spreken eerder met mij bezig, omdat ik dus helemaal fysiek helemaal naar word, dan met hun eigen hond, die gewoon eigenlijk een slachtoffer dus is natuurlijk. Want die nu gewoon, ja, vet veel pijn heeft en daar weer van moet genezen. Ik word er nu weer helemaal. Mijn maag kan wel omdraaien als ik er dus weer over nadenk. Maar daar gaan we dus nu niet in zitten, want het heeft helemaal geen zin. Maar dat is nu weer mijn proces waar ik in zit. En bijzonder dat ik dus in een slachtofferrolhouding zit, terwijl ik er dus gewoon echt een hekel aan heb. Maar ook weer juist, waar, dat zei ik ook tegen Sophie, waar je dus het meest weerstand op hebt, waar je dus het meest aan ergert en wat je dus het meest triggert, ja, dat creëer je dus zelf. En ik heb dus zelf gecreëerd dat ik, ondanks dus mijn afweer en afkeer tegen slachtofferrolhouding, slachtofferhouding, zit ik er dus gewoon daardoor zelf in. En heb ik het zelf nooit gezien, omdat ik dacht, nee, maar dat, nee joh, daar zit ik niet in. En hoe ik dit zo zeg, denk ik, oh, ik denk dat sommigen van jullie wel moeten lachen. Want ja, op het moment dat je dat überhaupt al zegt, dan is er al iets dat je denkt, mwah. Als je zo met overtuiging, nee, daar kan ik niet in zitten, dan zit je er vaak natuurlijk zelf wel in. En ik zei ook tegen Sophie, dit is wel een pijnlijk stukje, dus ik zal dit ooit wel delen. Nou ja, ooit is gewoon gelijk in de auto terug naar huis. Want ik denk dat het is grappig hoe nu er opeens zoveel op mijn pad komt om door mijn lagen heen te gaan eigenlijk. En om weer verder en dieper te komen, meer inzichten te krijgen. En als ik meer tot mijn kern kan komen, kan ik ook zoveel meer betekenen voor anderen. En kan ik weer zoveel meer bieden in mijn behandelingen. En dat is ook gewoon de reis waarin we iedere keer ons verkeren. Dat is, we zijn standaard op reis naar onszelf. Wij zijn standaard altijd, ten alle tijden moeten we die reis maken weer een laag verder, een laag dieper, om tot ons kern te komen. En that's a lifetime journey. En ergens zou ik het fijn vinden dat aan het eind van mijn tijd hier op aarde, dat ik helemaal klaar zou zijn en dat ik helemaal tot mijn kern ben gekomen. Ergens zou ik het soort van ook wel weer jammer vinden als ik dat zou bereiken of zo. En ik weet ook zeker dat, denk ik ook, als ik dat punt bereik, dan is mijn tijd hier op. Dan then I go next level, I hope. Maar dat is waarom wij hier natuurlijk op aarde zijn. Zonder ons contrast. Oh, over contrast gesproken. In de nieuwe episode van Sophie, van Sophie's Choice Podcast Show. Alsjeblieft luister, de tweede aflevering, die komt binnenkort, komt die online. De tweede aflevering van de Rose Series. Sowieso, de Rose Series vind ik echt geniaal. Maar deze, omdat ik het over contrast heb, luister die alsjeblieft. Want het geeft zo'n interessant beeld waarom wij individueel, maar ook als een collectief, in dus een soort van versnelling, een spirituele versnelling zitten. En eigenlijk een versnelling van ons bewustzijn. Een versnelling van, even denken. Ja, niet alleen van ons bewustzijn. Een versnelling van onze groei. Weet je, dat we daar nu allemaal opeens zo in zitten. Dat heeft dus te maken met contrast. Nou, luister alsjeblieft die episode. Maar zonder dus het contrast op deze aarde kunnen wij niet verder komen. Kunnen wij niet groeien. Daar is geen mogelijkheid toe. Dus het is nodig. En ik vind dit contrast wat ik nu heb meegemaakt is, oh, echt vreselijk. Echt vreselijk. Maar kennelijk, want ik heb vaak nu vandaag tegen Sophie gezegd van, ja, hier snap ik ook echt de reden niet van, hoor. Echt niet. En dat Sophie ook zei van, ja, weet je, inderdaad, waarom moet dit gebeuren? Nou ja, jammer genoeg, vanwege mijn vraag aan het universum of ik een laag dieper mag gaan. En toen zei Sophie ook van, ja, tegen haar is gezegd toen zij dat vroeg,
kreeg zij door weet je het zeker? Nou, ik zei, nou, dat vragen ze helemaal niet bij mij. Ze geven geen heads up van, oh, weet je het zeker? Want wat er aankomt is gewoon... Maar, en dat Sofie ook zei van, ja, dan zou ik gewoon vragen dat... ja, dat ze het op een hele liefdevolle manier, op de meest liefdevolle manier aan het ons kunnen openbaren. Maar ik zeg, ja, weet je, zij zijn liefdevol. Dus ik weet ook niet, en natuurlijk, ja, je kan het proberen, maar dit was voor mij, denk ik wel, de beste actie geweest om weer tot een dieper inzicht te komen. Ten eerste, omdat het dus met dieren te maken heeft. Daarna ten tweede, met een schuldgevoel wat ik dus creëer op wat andere mensen van mij denken en vinden, dat ik dat ik gewoon dom ben, weet je, dat het gewoon echt stomme actie is. En ergens dus ook van, oh mijn god, dadelijk... ik weet niet, dat, dan ben ik bang dat misschien het beeld over mij dus daardoor ook verandert. Dus dat is ook een grote blokkade. En even kijken, want ik had nog een derde. Oh ja, en als derde natuurlijk dat ik het weer met Sofie beleef. Want het is in korte tijd dat ik dus dieper tot mijn kern kom met Sofie. Maar ik denk ook dat dat nodig is, omdat Sofie en ik hebben op zo'n mooi gelijkwaardig niveau contact. En wij kunnen op zo'n mooi gelijkwaardig niveau inzichten met elkaar delen. Dat het voor mij ook wel gelijk helder is. En dat ik dus ook vanuit een heldere positie er weer naar kan kijken. En ik zou nooit mezelf zo kwetsbaar op durven stellen bij iemand als dat ik dus eigenlijk bij haar heb gedaan. En ik kom daar eigenlijk nu pas achter. Het is nooit bewust dat ik bewust bij andere mensen, weet je wel, dat niet heb gedaan. Kijk, bij, weet je wel, mijn moeder of met Rashid, dan ben ik open. Maar het gaat om mijn ervaring bij andere mensen, hoe ik dus bij andere mensen ben. Want als dit inderdaad, stel dit was bij iemand anders gebeurd, ja, zelfde uitwerking, maar had ik het dan echt zo begrepen? Ik denk het niet. En nu is er wel weer veel meer duidelijk. Dus het is ook zo bijzonder welke mensen er op je pad komen en met de waarom. Waarom bepaalde mensen op jouw pad komen op bepaalde momenten. Dus ik vind dat ook wel weer heel erg interessant dat dit nu ook zo zich mag openbaren. En dat ik er ook, godzijdank, ook zo snel doorheen mag gaan. De emotionele nasleep is wel vervelend. Want fysiek voel ik me nog steeds niet echt heel erg top. En we hadden ook zo na de sauna, in ieder geval niet na de sauna, tijdens sauna, hadden we... We zouden nog één sauna gaan. En we wilden graag in de lichtsauna. En daar werd nu een klankschaalmeditatie gedaan. Dus ik dacht, oh, vet cool. Die heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Maar die wil ik wel meemaken. Want ik was ook op Healthy Fest toen met de energiewasseretten. En zij zijn naar zo'n klankschaalmeditatie gegaan. Zei dat, nou, het was zo mooi. En ik had echt zoiets van, oh, was ik daar maar bij? Dus ik dacht, oh, nou, nu is mijn kans om daar, weet je wel, iets van te mogen proeven. Nou, het was zo erg. Ik voelde me gewoon naar worden. Ik voelde me zo naar worden. En Sofie kennelijk uiteindelijk ook. En Sofie die zei ook van, ja, dat kwam gewoon door de energie van de vrouw die dat uitvoerde. Die had er gewoon kennelijk ook helemaal geen interesse in. En ja, het was... Ja, nou, je merkte inderdaad haar energie wel. Ik begrijp het aan de ene kant wel, weet je, snikheet op een vrijdag. En dan sta je daar zo'n klankschaalmeditatie doen. Maar ja, weet je, een klankschaalmeditatie... moet ook wel enigszins heel erg pijn aanvoelen voor mensen. En dat was zo naar eigenlijk. Ik weet ook niet of het dus door haar energie kwam of door die klankschalen die ik eigenlijk misschien ook helemaal niet trek. Dat kan ook, want op een gegeven moment werd het ook wel heel erg hard dat het gewoon... Oh, het ging al door mergenbeen. Dus we voelden ons allebei al niet zo lekker. Dus toen hadden we trouwens ook wel een beetje als reden van toen dat allemaal was gebeurd met Bonkar. Ja, we zaten ook nou niet echt lekker in ons vel. Maar nee, jammer. Nee, niet jammer genoeg. Maar uiteindelijk had het wel een diepere betekenis. En zullen we dat maar eens even moeten zien hoe zich dat allemaal ontvouwt eigenlijk. Ik denk dat ik voor nu hier even mee klaar ben. En dat ik het hierbij laat. En dan zie ik jullie
Nee, niet zie. En dan spreek ik jullie weer de volgende keer. Oké, ciao ciao. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en of avond verder toe. En hopelijk tot de volgende episode.